Dag dames en heren, goedemorgen. Vooral later deze week heeft de temperatuur de neiging om nog wat verder te gaan dalen. En gaat het ook weer meer regenen. Vandaag valt het eigenlijk reuze mee. Op een enkele bui na blijft het droog en wordt het nog altijd zo'n 16 graden. Prima weer om het bos in te gaan, om bijvoorbeeld die mooie paddenstoelen nog eens te bewonderen. Het weer van vandaag ziet er best aardig uit, een beetje vergelijkbaar met gisteren. Af en toe schijnt de zon, dan komen er weer wat wolken voorbij en er kan best een bui vallen, maar meestal is het droog. De temperaturen lopen op naar zo'n 15 tot 16 graden en de wind uit een west tot noordwestelijke richting is matig boven land en met name hier langs de Noordkust, Noordwestkust en op het IJsselmeer krachtig uit een west tot noordwestelijke richting. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Kan er ook een enkel buitje vallen. 11 graden is de minimumtemperatuur. Ook morgen lijkt een bewolkte dag te gaan worden. Als er een beetje regen valt is dat in het noorden van het land. Op de meeste plaatsen is het droog met 15 graden. En dan wordt het een natte donderdag. Althans in de nacht en ochtend. Kan ook behoorlijk wat vallen, maar smiddags wordt het wat droger. Gaat wel de wind uit de frisse noordwesthoek waaien. En daalt de temperatuur naar 14 graden. Ook de dagen daarna. Wordt het niet warmer dan 13 tot 14 graden overdag, met stevige noordwestelijke winden. Aanvoer van onstabiele lucht betekent een open weerbeeld met af en toe wat zon. Maar op vrijdag en in het weekend ook diverse buien.